Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij Theeleuten met Vincent, aflevering 5. En dit keer heb ik zelfs de mop van de kok, mijn eigen foto op deze mok. Heerlijk, even thee, jongens. Even. Sinaasappelthee, jongens, ik raad het aan. En ik raad dan zeker een theetje te nemen met een heerlijk stukje gebak op een... Hoe noemen ze zo'n ding? Keukenrolpapier. Keukenrolpapiertje. Even proeven, jongens. Mijn moeder heeft hem gemaakt, dus even proeven. Jongens, we gaan maar gewoon gelijk naar het intro, want ja. Het is zondag. Wanneer, ik neem dit op zondag, voor morgen, maandag. Maandag alle theeleuten met Vincent en even lekker in bed. Een ontspandagje, maandags onthouden, ontspannen, naar mijn kanaal kijken. Ik ga druk krijgen volgende week. Niet zozeer met YouTube, maar met allerlei dingen. Ik ga namelijk zaterdag ga ik naar Disneyland Parijs. Ja, voor één dagje. Maar ik ga er wel heel gaaf opnemen met deze camera, de nieuw gekochte camera. Jullie weten het wel, daar staat hij op een paar dvd'tjes. Ongelooflijk. Zo. We vertrekken zaterdagochtend om 2:00 s'nachts. En we komen aan op zondag in de ochtend. En we gaan de vuurwerkshow kijken en die krijg je ook allemaal te zien. Ik ga het allemaal opnemen, jongens. Jullie krijgen heel veel te zien. Ik ga heel veel op mijn kanaal opnemen van Disneyland. Status Disneycraft. Er zijn wat problemen gekomen. Die problemen die worden zo snel mogelijk opgelost. En ik wil wel in de zomervakantie openen. Disneycraft is bijna klaar. We zijn heel goed bezig met afronden. We willen... We hebben een paar attracties weggehaald. We hebben er ook weer een paar nieuwe teruggezet. Ik ga natuurlijk bezig met de theatershow die we gaan opvoeren voor jullie. Het wordt gewoon echt fantastisch. De website is ook bijna af. Dus zeker weten zo snel mogelijk komt die online. En dan kan jij de website zien. En ik geloof dat die nou al online is, geloof ik. Maar ik zou nog niet gaan kijken. Ik ga ook geen website zeggen, want dat is allemaal spoilers. Er staan ook wat foto's op die je eigenlijk nog niet mag zien, maar... Doe het voor jezelf. Ga niet kijken. Houd de verrassing namelijk erin. En die appeltaart ligt hier ook heerlijk zo van Vincent. Je mag me opeten. Het mag gewoon. Nou, ik heb niet zoveel meegemaakt voor de rest. Ik ben zaterdag uit geweest. Ja, misschien leuk om te weten. Afgelopen zaterdag was al een hel. Voor mij dus gisteren. En wat er was ruzie in het café. En ja, ik snap er geen reet van, joh. Niet de ruzie van mij, maar dan zie je ineens mensen vallen... En je ziet was geknokt en zo. En toen heb ik tegen een maat van mij gezegd, we gaan hier weg. Want ik vind het echt gewoon zo de grootste onzin die er bestaat. Dat je ruzie kan maken terwijl je het gezellig moet hebben in een café. Ik snap er geen reet van. Toen waren we in een ander café gegaan. En ook daar was er zo'n bosmogol die het leuk vond om te schelden. Ik ga de woorden niet vertellen op YouTube, want dat zou schandalig zijn. Maar ik... Wat er uit die man zijn mond kwam, dat gun je niemand. En het was gewoon van echt ongelooflijk asociaal. Maar toch heb je zoiets van, ja, die had zeker wel alcohol op. En daarom heb ik zoiets van, ik denk dat blowen veel minder slecht is dan alcohol. Maar ik ben sowieso tegen drugs en alles. En tegen roken en alles. Maar ik denk alcohol veel agressiever is dan blowen. Het maakt zo agressief. Mensen met een biertje, weet je, of gaan los, gaan feesten of worden agressief. Het ligt maar aan het karakter natuurlijk. Dat is wel zo. Ja. Nou, wijze lessen van Vincent dit. Nee, nee, ik ga naar Disneyland zaterdag. Wordt heel tof. En ik ga over 3 maanden weer een keer. Dan ga ik een paar dagen. Nu is maar 1 dag. Ik ben benieuwd wat ik allemaal krijg te zien. Want ik ben 10 jaar geleden voor het laatst geweest. En dat is heel apart om dan zoiets te doen. Ik heb eigenlijk niet veel nieuws te vertellen. Ik weet dat ik woensdag een fotoshoot heb. En ik mag eigenlijk nog niet verklappen waarom. Dus dat is ook nog allemaal geheim. Daar mag ik ook niks over zeggen. Dus ik kan wel zeggen, ik heb een fotoshoot. Maar ja, je hebt er niks aan. Je hebt er niks aan. Nou ja, je weet dat ik een fotoshoot ga doen op een woensdag. En ik ga naar Erik toe en Gio en Rovi is erbij. Tip, hint. Ik wil iedereen bedanken. Voor de leuke comments die jullie op de video's geven. Ik wil jullie bedanken voor reageren dus en voor het abonneren en het liken van video's. Fantastisch, ik vind het hartstikke leuk. Jullie feedback geeft mij weer heel erg zin om nieuwe video's te maken of om een serie verder
te gaan uitmelken. Of gewoon te spelen. Ja, uitmelken klinkt zo negatief. Ik denk een serie gewoon spelen. Maar ik heb er altijd wel jullie hulp bij nodig. Want anders weet ik niet van... Ja... Of een serie leuk is voor jullie. Ik kan wel een leuk spelletje gaan spelen. Maar als jullie niks aanvinden, dan heeft het voor mij geen nut om hem verder te spelen. Want ik kan hem dan wel leuk vinden. Maar ik vind dat jullie hem ook leuk moeten vinden. Wat een gedoe altijd, hè, YouTube. YouTube is een gedoe. YouTube is apart. Heel apart. Jullie zijn apart soms. Ja. Ik ook. Ik ben ook apart, tuurlijk. Maar dat is gewoon zo. Dat hou je. Ik vind het leuk als jullie ook wat kwijt willen. Gewoon even wat tegen me zeggen of wat jullie hebben meegemaakt. Laat het weten in de comments. Ik vind het leuk om te lezen wat jullie allemaal doen. En dat jullie niet alleen maar mijn gezeik aan horen van... Oh, wat is je vindt het nou weer gedaan? Nou, we gaan weer even theeluiten kijken. Theeluiten! Ik vind dit een hele leuke serie. Omdat ik gewoon van mijn verhaal kan doen in jullie. Wat ik deze week heb meegemaakt. Nou, niet veel bijzonders. Ik mag over 2 weken mijn diploma ophalen. Ik heb een heel leuk uniform gekocht met een stropdas. En het zou leuk zijn als die stropdas nu in de buurt was. Ja, en ik kan je nou al mededelen dat die stropdas dus niet nu in de buurt ligt. En dan kan je nu ook melden dat ik hem niet kan vinden. Oh, hier. Hij hangt gewoon aan mijn stoel. Zag je hem? Jongens, jullie zagen hem waarschijnlijk al. Op die camera. Nou, het thema is met schepen heeft het te maken. Ik ga voor het eerst een stropdas dragen, dus dat is hartstikke gaaf. En deze heeft ankertjes. Zie je het? Je ziet er mooie ankertjes. Dus ga ik die zo omdoen, zo natuurlijk. Ja, ik ga hem niet zo op mijn hoofd doen. Het zou wel echt uniek zijn, dit zo, als je het zo... En de pak hangt daar achter, maar dat mogen je nog zien. Daar komen nog wel foto's van. Volg me op Instagram om te kijken naar die foto's. Instagram is gewoon DaVinciStijl. Mijn Twitter is DaVinciStijl. Mijn Xbox Gamertag is DaVinciStijl. Mijn Steam naam is DaVinciStijl. Het is allemaal heel simpel. Je mag me gewoon toevoegen. Ik accepteer je gewoon via Steam. Laat me weten. Ik ga genieten van mijn appeltaartje als jullie het niet erg vinden. En dan rond ik de video af. Dus nogmaals, geef een like, reageer. Zou tof zijn. En dan zie ik je volgende week terug met een nieuwe theeleut. Waarmee ik vertel hoe die gave Disney trip was eigenlijk. Hou het kanaal volgende week. Deze week hebben we trouwens wel een leuke aflevering. Ik ga even mijn schema erbij pakken. Deze week krijgen we namelijk... Ik ga met Erik en Bram hele aparte browser games spelen op Kut. Lego The Hobbit komt eraan. Ellen Week wordt deze week afgerond. Dus de laatste aflevering van Ellen Week. Aflevering 21 is de allerlaatste. Er komt weer een vrachtwagenchauffeur Vincent. Er komt weer een No Limits video. Er komen weer Gmod video's. Er komt weer een nieuwe fanmail. Er komt weer een nieuwe Even Lekker in Bed. Het komt allemaal terug. Dus het blijft... En elke week natuurlijk de Vraag in Raak Show op de vrijdag. Mensen, bedankt en doei doeg!